Sinds 2007 bevindt de internationale economie zich in crisis. Vele bedrijven ondervinden hier de gevolgen van. De vraaguitval in de agri-foodsector als gevolg van de kredietcrisis is echter beperkt. Het financieel profiel van deze sector is echter minder gunstig. De voedings- en genotmiddelenindustrie en de akkerbouw zijn het best gepositioneerd, terwijl de tuinbouw tot de meest kwetsbare branche in de agri-foodsector gerekend moet worden. Veel producten uit de agri-foodsector kunnen tot de basisbehoeften van de mens worden gerekend. De afzet is in beperkte mate afhankelijk van de ontwikkeling van de conjunctuur. Wel is er een verschuiving zichtbaar in het aankoopgedrag van de consument, van duurdere naar goedkopere producten. De kredietcrisis heeft een negatieve invloed op de export. Het grootste deel van de export vindt echter naar de lidstaten van de EU plaats, een gegeven dat de exportdaling verzacht. Per saldo is de vraaguitval als gevolg van de kredietcrisis in de agri-foodsector beperkt. Het financieel profiel van de agri-foodsector is minder gunstig doordat veel bedrijven steeds meer gebruik maken van vreemd vermogen, terwijl er in enkele branches veel gebruik wordt gemaakt van korte termijn financieringen. Met een steeds kritischer wordende consument en een groeiende vraag naar authentieke en verantwoord ontwikkelde producten, biedt het nieuwe speelveld de foodsector echter kansen die tot voor kort niet aanwezig waren.